zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Marianne. Hi. Kindje, we dachten dat je misschien nog zou slapen, maar jij hebt ons natuurlijk al gehoord. Ja, gehoord zeker. Maar ook gezien. Gezien? Maar ja. Maar ja, ik zie u staan. Ik zie u staan. En Marianne, het is nog heel vaag. Ik zie uw gezichten een beetje, maar niet heel scherp. Maar ik kan u zien, papa. Ik kan u gewoon zien staan. Nee, het is gelukt. Ja, het is gelukt. Oh, het is gelukt, papa. Oh, oh. Oh, mijn oh. Het is maar dan niet te geloven. Ja, maar het is zo, papa. Het is zo. Het is gewoon, ten, ik zie nog maar heel onduidelijke contouren, maar ja? ik zie het, gewoon. Ja. Jij bijvoorbeeld, jij hebt iets donker aan en daaronder iets lichter. Ja. En hier iets wit. Een wit stoffel. En Marianne, jij hebt heel licht haar en je zit helemaal in hele lichte kleuren. Ik heb gezien dat je bloemen bij hebt, verschillende kleuren. Het is gewoon fantastisch, ik kan het zien. Het is gelukt. Zeg, wanneer is het dan allemaal zo teruggekomen? Gisteravond. Ineens was er een lichtflits en ik roep de verpleegster en die kwam naar hier en die geloofde mij blijkbaar niet. Die keek zo van, ja, die zal haar dat wel ingebeeld hebben. En ze bleek nog gelijk te krijgen, want toen was er de volgende uren niks niet meer. En toen ben ik in slaap gevallen en ik werd 's morgens wakker en ik keek rond en ik zag de kamer. Het was zo nog vloe, maar ik zie ze gewoon. Ze was er. En toen wou ik jullie opbellen en om dat te vertellen, maar ik dacht, nee. Oh, nee, ik moet gewoon uw verrassing zien. En die uren hebben verschrikkelijk lang geduurd. Ze weet Van de Putten het al? Ja, hij is deze morgen al geweest. Wat zei hij? Oh, hij was heel blij, maar het raakte hem. En hij heeft mijn hand vastgepakt en we hebben hier zo wel een hele tijd gezeten, hand in hand. En hij zei tegen mij, we hebben het gehaald, Marie. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald, ja. We hebben het gehaald. Allee, ben weg. Doe het goed straks. Vergeet u een tekst niet? Nee. Ja. Schat, ik krijg de kriebels als ik aan het gemeentehuis denk. Amai, we moeten dan vannacht zijn. Ja, want er staat hopelijk niet zoveel wolk op te kijken. Allee, salut. Salut. Zeg, Bianca, is zo vroeg weg? Oh, wel ja, die is de chaperon van haar pa vandaag. Oh. Ze gaat hem malen. Anders staat hij er toch maar alleen in zijn eentje te koekeloeren. Ja, en dat is niet tof. Nee. Zeker niet op een dag als vandaag. En ik kan het weten. Hoe is het met uw chaperon? En Yves? Ja, de laatste dat ik weet toch, ja. Zeg. Natuurlijk, de Yves. Hoe is het daarmee? Bah, mee persoonlijk goed, denk ik. Ik heb er alleen een punt achter gezet. Voor hoe? Ja. Wat wil er in de verstandig aan gedaan? Ja, Jenny, ik weet het. Maar ik vraag me eigenlijk alleen maar af wanneer er eens een dag komt, gelijk nu voor u, dat ik hier eens verstandig aan doen om er geen punt achter te zetten. Doe maar eens, zeg. Wat zoekt je, schat? Wat dat doosje met de ringen. Je bent ze toch niet kwijt, zeker? Oh, maar nee, maar natuurlijk. Ik ben zeker dat ik het erin gesproken heb. Ah, voilà, hier is het. Voilà, het zegt toch weer goed, hè? Want, voilà. Maar ja, het is toch waar. Zie ons er op het gemeentehuis al staan zonder ringen. Bon, wat moet ik nu nog hebben?
dat ding om door te kijken. Nee, weet dat? Een bril. Ja, dit is toch waar, hoor? Ja, we zien ons er al staan. Ik moet dat ondertekenen. Het is allemaal schemer voor mijn ogen als ik geen bril heb. Ja, lach er maar mee. Zeg, ja, ik voel me eigenlijk gelijk die een boer die naar zijn paard stond te zoeken en hij zat er bovenaan zo. Afijn, wat. Ik moet mijn nekjes terug, hoor. Sorry, ik ben nog niet klaar, hoor. Jeannieke, ik denk eerlijk gezegd dat jij niet de enige bent met kriebels. Amai. Wil je het even zien? Dat is ook nog een spiegeltje, hè? Oh, ja, dat is proper. Dat is proper, hè? Ja, ja. Zee, en dan ga ik even rap al mijn spulletjes bij je inpakken en naar huis gaan, want anders ben ik straks nog te laat. Dat is niet schat. Dat is graag gedaan, hè, Suja. Het leven zit toch raar in elkaar, hè? Hoe een mens van de ene dag op de andere zo in van de hel in de hemel kan geraken, dat is... Gisteren zat ik nog met mijn handen in mijn haar en... Alles sloeg tegen en vandaag. Alles sloeg tegen? Maar ja, je zegt alles sloeg tegen. Maar ja, die operatie. Enfin, dat dachten we toen toch. En wat dan nog? Oh, kleinigheid, niks eigenlijk. De moeite niet. In vergelijking met dat van jou, de moeite niet. Maar nee, zeg het toch maar, wat is er gebeurd? Uw vader heeft een botsingske gehad. Wat? Ja, het is niks erg hoor. Alleen een beetje blikschade. Oh. En waar? Bij ons. Vlak voor de deur. Verkeerd manoeuvre bij het parkeren. Het is al een geluk dat Dree er niet te zwaar aan tilde. Dree? Ja. Je bent tegen de auto van Dree gereden. Ja. Het is zoals Marianne zegt, het is allemaal niet zo erg. Ja, maar het toch wel weer al kosten. No, van mijn auto is niks aan. Nee. En de rest, dat is allemaal verzekering. Ja, gelukkig maar, want de rekening hier zal ook wel serieus oplopen. Ah, maar dat wisten we, Marie. Dat wisten we. En dankzij Marianne slaan we ons wel door. Ja, maar ik ga wel helpen met het terugbetalen. Als ik kan, dan zoek ik zo snel mogelijk een job. En ik zweer het u, Marianne, je krijgt uw geld terug. Ja. Zeg, hey, breek daar je hoofd nu eens niet over, hè. We zijn hier niet gekomen om over geld te spreken. Mm-hmm. Zeker niet nu dat er zo'n geweldig nieuws is. Zeg, ze gaan nogal ogen open. Oh, maar... Straks op het feest, als ik het vertel. Ah ja, dat feest en trouw, dat is nu. Dus, ja. Dus we kunnen eigenlijk ook niet meer zo lang blijven, hè? Want je weet, uw papa die heeft uren nodig. Ja. Maar je moet toch getuige zijn voor Dree? Yes. Oh, het is jammer. Ik had er zo graag bij geweest. Dat zal wel. Maar... Je mag nu ook niet ineens te veel verlangen, hè, Marie. Ja, maar ik voel me helemaal niet ziek, hoor. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Laat dat maar aan professor Van de Putten over, hè. Ja. Allee, ziet je hem vandaag trouwens nog? Ik zie hem vanmiddag. Oh, lieveke, als je wist hoe graag dat ik jou dat hoor zeggen. Zien. Zien. Allee, Jean-Pierre, zullen we... Ja, oké, goed. Maar ik kom zeker nog eens langs voordat het feest begint. Ja, maar je moet je niet haasten. Geniet maar van deze dag, hè. Het zijn voor u ook zware dagen geweest, hè, papa? Prachtig, dat zeg je. Allee. Uitgehaald. We hebben uitgehaald. Allee, Maria. Tot dan, hè. Dat is de eerste keer na 12 jaar, hè, papa. Allee, hier zijn we weer met onze plastron. Ik wou dat het al voorbij was, hé. Al die kloteraar. Als het niet voor Bianca was, ik ging niet. Allee, hoe loopt jij ermee? Ja, gelijk een kluchtzanger, moe. Gelijk een kluchtzanger, hè. Kom eens hier, kom. Voor wat? Ik zeg, kom hier. Wij maken dat de broek. Oh, god. Allee, trouw de op. Wacht. Zal dat hier even insteken, zeg. Allee, is dat nu gedaan? Ja. Ah, zeg, met je nagels. Stik dat er van voor dan zelf in, hè. En het gaan een ding in een propere zakdoek. Ja. En hoe nagels, hoe zijn die? Ja, die zijn gekuist. Ja. En de prutjes vanuit mijn oren en de velkens van tussen mijn tenen. Je bent precies tegen de snot al bezig. Ja, ik wil niet hebben, hè. Dat is dat waar. Dat is waar, hè. Dat zou voor mij roddelen. Dat doen ze nu ook, zijn. Boris de Frank, zeggen ze dan, hè. Die door zijn broer Horus is gezet. Oh, dat zijn onnozelers die dat zeggen. Die weten niet hoe dat de zaak ineens zit. Nee, wat moet ik dan doen, hè? Zeggen we dat de zaak wel ineens zit, hè? Moet ik dat dan doen? Los, hè. Ah, Geerste, als Biankertje. Ja. Jij komt voor uw pa, hè? Die is gereed. Ja, gereed voor het ontploffen. Doet hij ja, het? Ja.
Zeg, Liefke, houdt er zo'n oogstje in het zeil, hè, want hij is in staat om boel te maken. Dat is niet waar, ik zeg niks. Maar nee, onze pa gaat feest van ons mama toch niet om zeep helpen. Voilà, hoor het nu? Zeg, heb je tegen uw mama uitgelegd over Rozeken en mij, dus... Ja. Ze verstond dat toch? Was dat het liever anders gezien, maar... Ja, ik kan er niet meer tegen zoiets. Ik ben curieus dat een andere gaat reageren, hè, als ze me niet zien. Als Luc? Ja. Zeg daar maar niks over. Luc, geen woord. Geen bakkes, zeg ik nog tegen die gast. Ja, maar ik wel. Ja, ik ga geen ruzie mee aanmaken, maar ik ga er hem wel over aanpakken. Ik kan niet doen alsof er niks gebeurd is, hè. Iedereen is er alleen maar over bezig. Oké. Nee, dat kan nu niet. Ja, voilà. Ta-daa. Ik heb het u gezegd, hè, Jenny. Ofwel jij het weet, ofwel ik het weet. Voilà, meneer de dokter. Ja, maar ik vind het prachtig. Is het waar? Bon, hebben we niet alles bij? De ringen, mijn bril, mijn vulpen. Er zou wel iets zijn om te tekenen, maar je weet toch maar nooit. En wat heb ik nu in mijn portefeuille gestopt? Ja, ik heb alles bij, want ik heb niks bij. Hier, Jenny, moet je bij de hand hebben. Hey. Hé, hey, prachtig! Blonde. Oh, alhoewel. Als je voor de eerste keer trouwt, dan moet dat in het maagdelijk wit zijn. Ja, wit is altijd schoon. Ja, is dat tijd misschien? Nee. Je hebt nog meer dan een half uur, maar... Jij vraagt je waarschijnlijk af waarom wij zo vroeg zijn. Ja. Zeg het eens. Dat is omdat wij fantastisch nieuws hebben. Ja, en omdat we wilden dat jullie dat eerst wisten. Jenny Drey, voor u is dat de gelukkigste mens van het land. Enfin, wat zeg ik, van de wereld. Marie kan terugzien. Ja. Het is nu waar. Zie ik het wel, zeg. Ja, ze ziet. De operatie is gelukt. Ze heeft ons herkend. Oh, ik ben blij. Fantastisch, hè? Oh, maar dat is toch... Ongelooflijk. Daar ben ik niet toch heel blij mee, hoor. Schitterend, joh. Schitterend. Ja. Je bent nog bezig. Ja, ik ben dat hier nog wel aan het afwerken, hè. Ja, en Peggy is er ook nog bijgekomen. Ah? Ja, die is terug van gisteren. En Veronique? Ja, die zou ook komen, maar later. Waarom? Ja, er was iemand ziek geworden op dat schip en ze moest die dan vervangen. Alleen een hele uitleg. Mm. Zeg, wat vind je ervan? Is niet slecht, hè? Niet slecht. Zeg, maar het is al na 10 uur. Zou jij eens niet gaan klaarmaken? Ja, in 5 minuutjes ben ik toch klaar. Oh. Zeg, het wat ik nu aan het denken was? Aan Veronique? Maar nee. En dan denk ik dat het ons een toer zal zijn. Die dag komt weer. Ja, maar wanneer? Wanneer? Nee, niet doen. Nee, zeg? Ik voel me niet zo lekker. Serieus? Ja. Ik weet niet, ik denk begin van een griep of zo. Dus zie maar dat jij het niet krijgt. Maar het zal toch gaan? Dan heb je gemeente en dan nog het feest. Nee? Jawel, alleen als jij erop zit. Vooruit, ga je klaarmaken. Die zit niet goed. En Sabineke, die logeert bij een vriendin. Ja, maar nee, ik wil zeggen, Linda er niet bij. Ah, nee, die is voor een paar weken op reportage. Ah, het gaat precies zo'n beetje beter tussen u twee. Doen ons best, hè, Felicien. Volhouden, Fernand, volhouden. Geen rijker kroon aan het eigen schoon dan de liefde blijk van een huwelijk. Juist, of niet? Ja, dat is heel juist, Felicia. Ah. Dat is heel juist. Eerste. Dank. Dag, Bianca. Hoe is daar op de Canadese bergen? Nu te fris. Nou, hoe was het op de Caribische Zee? Niet warm. Veel beter dan hier. Veel beter dan hier. Hoe lang zijn jullie nu? 3 maanden. 6 maanden werken, 3 maanden congé. Hè. Je gaat terug dan? Natuurlijk, gewoon een keer terug. Dat is moeilijk op mij. Hè. Die gaat een kapsel lopen op een Caribisch schip. Heel nacht dreadlocks doen. Oh, ik vind dat allemaal goed. Ik kan wel mee. Als ik dat zelf maar niet moet dragen. Maar ik vind 1 ding. Ik vind dat we de Frank ook moeten meenemen. Hè? Zo met al die vrouwen aan boord. Zo'n goede pijpfitter af en toe, hè, Frank? Ja, lacht maar. Ik kom daar van zijn leven niet op zo'n boot. Dat is geen boot, hè. Sinterklaas G, die komt met een boot. Ja, en Peggy die zit op een schip. Stoffer.
Maar zodra dat hier gedaan is, gaan we die drankjes klaarzetten. En voorproef. Oh, ja, voor u de fruit en voor mij de rest. Grapje. Dat is hem goed in oringvlaag, grapjes maken. Hé, dat is niet vet, Nina. Gefeliciteerd. Daar word ik nu kotsmisselijk van, hè. Als ik die bezig zie, die tweeën. Hoi. Bianca. Bianca. De grote jongen. Hé. Hey. Hela. Zeg, die zegt papa. Huh? Dag, papa. Hé, hey, Frank, die kende jij mij nog. Kom dus bij je zus. Kom. Naar de zus. Kom eens. Kom, naar de zus. Naar de zus. Hela. En Bianca, goede reis gehad. Ja, Canada. Fantastisch land. In de tijd verschillende keren geweest. Vanuit New York is het niet ver, hè. Ah, nee, hè. Is onze moeder niet meegekomen? Zie je haar? Ik zie haar niet. Maar ze komt toch? Oeh, daar zijn ze! Fernand! Daar zijn ze! Ja, ja, dat is eindelijk van de straat geraakt. Ja. En omdat wij weten, beste Jenny, Dree, dat jij bij het nemen van de beslissing om uw beide leven met elkaar te verbinden niet over één nacht ijs zijt gegaan. En jij u allebei ten volle bewust zijt van de verantwoordelijkheid die je hierbij ten opzichte van elkaar opneemt. En jij alles zult doen wat in uw macht ligt om het huwelijk dat jij vandaag wilt aangaan ten volle te doen slagen, zal het mijn echte eer en de genoegen zijn u beider trouwbelofte te aanhoren. Jenny Gerardina Augusta Verbeek. Neemt gij André Bernard van Goetem hier aanwezig tot uw wettige echtgenoot? Ja. André Bernard van Goetem, neemt gij Jenny Gerardina Augusta Verbeek hier aanwezig tot uw wettige echtgenoot? Ja. Dan verklaar ik u hierbij en krachtens de bevoegdheid die de wet mij verleent in het huwelijk verbonden. De ringen uitwisselen. Als ik nog mag vragen het trouwregister te komen tekenen. En de getuigen. Weten zeker. Die is in haar kot gebleven, natuurlijk. Waarom? Nou, waarom? Omdat ze het scheid dan heeft van hier bepaalde mensen tegen te komen. En zij niet alleen. Kom, schat. Wij zijn weg. Simon,
Je moet doen wat je niet laten kunt, hè. Maar dat je zo laag ging vallen, dat je ging beginnen aanpappen met de broer van uw man, ik had dat echt niet van u verwacht, hè. Wat was dat met Bianca? Niks. Kom, we zijn weg. Wat partij met Chaco? Ja, ja, ja. Ik zal wel komen. Kom, kunnen we? Ja, kom bij. Ja. Dat past mijn kleur, kijk. Oh, nee, maar zo zeker. Ik vind het geen goed idee dat je je ex-familie uitgenodigd hebt. Straks komt er ruzie van, hè? Ruzie, echt waar. Dat is weer een plantrekje. Die is altijd iets met die boommensen, dat weet ik al. Die is onze dag. En ik ga het niet aan mijn hartje laten komen. Als je dat maar weet. Ja, dus sterker dan dat je zei, hè. Maar ik heb iets gepakt, ga nog beter, hoor. Ze zijn er, Eva, doe de champagne maar. Dat is nog een overschot van de vorige trouw, hè. Ja, ja. Ja, graag. Zeg, Werner. Ja. Die champagne is fantastisch, hè? Dom Perignon, hè? Wat lever vijf kliko. Ja, hè? Waarom? Apropos, madame Marion, waar is meneer Jean-Pierre? Ah, die komt direct. Is nog even langs het ziekenhuis. Ja, je kunt denken, die kan er toch niet weg blijven. Zeg, dat klopt. Ja, tuurlijk. Ah, ja. Fantastisch. Ik ga nog eens naar mijn zusje. Tot ziens. Als genie mag ik u nog eens een hele dikke proficiat wensen, want ik denk dat u een goede keuze hebt gemaakt. Ah, mag ik u danken. Dat is mij genomen, hè. En zo in Afrika nog nergens een broer zitten van ons moeder. Ah, oh ja, misschien heeft er nog ergens in de bomen in de Congo nog een zoon te verliezen. Nee, het spijt me wel, dames, maar hey, ik ben er alleen maar om ons genie te helpen. Hè? Oh, stop. Ik moest even. Voilà. Ik vind dat even erg als jij is, hè, van onkel Luc en Simon. Ja, manneke. We zullen er ons toch moeten bij neerleggen, hè. Maar ook als je ziet wat iedereen kan zien. Wat? Ja, dat die niet bij elkaar passen. Dat zullen we tegen Simon moeten zeggen, hè. Ja, maar zou die hem nu echt graag zien? Ik weet dat niet. Ik weet absoluut niet wat er die in die de kop omgaan. Dat weet ik echt niet, dat weet ik niet. Zeg, bedankt voor de schone kamer. Ja, en dan gaat hij zijn. Marie! Allemaal, hoe is het mogelijk, zeg hé? Marie! Oh. Jongens, zeg Marie. Proficiat. Ik heb proficiat in de eerste plaats. En hoe zit dit, jongen? Kun je nu zien of wat? He? Ja, allee, het is een beetje wennen. Toe raar, heel raar zelfs. Maar ja. Ik ben heel gelukkig. Zeg, lief dat jij erbij wilt zijn. Werner, ja? Zet eens een extra bord bij jou. Ja, maar die bordje zal ik van uw bord moeten afhouden, hè, Jenny? Met alle plezier. Hey, ja. Dag, Marie. Dag, Rosa, zo aan de stem te horen, toch? Ja, ja, dat klopt. Zeg, ik hoop dat beeld niet daartegen wel. Ja, ik zie nog niet zo scherp, hè. Ah, oh, juffrouw, maar ik ben zo blij voor u. Toen ik eerst hoorde dat u die kon zien. Ik wist met mijn eigen zelf, ik blijf niet meer. Hè. Maar dat was gewoon een kwestie van tijd, hè, Felicien. Ja, en een dokter heeft gezegd dat haar zicht alsmaar beter zal worden. Ah, hier wel, zeg. En wel, daar gaan wij op toosten. Ja, dat doen we. Gezondheid. Marie op u. Oh, nee, op u en op Jenny. Ja, op jullie.
Zeg, tja, in mijn herinnering, als ik me zo goed herinner, dan had je toch donker haar. Dat is precies als serieus grijs geworden, hè? En jij zegt dat je nog niet scherp ziet, hè? Ja, ja. Nee, contouren heeft ze gezegd, hè? Rond of blinkend? Ja. En al dat andere haar, dat staat op zijn tanden, hè? Ja. Moest ook wel, anders had hem nooit met Jenny kunnen trouwen. Oh. Dames en heren, we kunnen eraan beginnen als iedereen plaats wil nemen. Ja, ja, ja. Ja, daar gaan we. Jean-Pierre, jij kunt daar zitten, hè? Nee, maar niet. Oké, okay, dank je. Ik zal wel aan de kop gaan zitten. Oké. Zeg, Juri, zeg dan even als ze maar met de wijn begint, hè. Nou, wel lachen, gaat wat beter. Heb je niets genomen? Nee, het was niet nodig. En ging toen iets nemen? Ja, maar ik wist al wat dat was, dus niet nodig. Oh ja? Het was maar een lichte vorm van emesis gravidarum, dus. Wat is dat voor een beest? Dat is zwangerschapsmisselijkheid.